Ik zal even voorstellen, Rob Munt. Rick. Edwin. Edwin. Hoe? Edwin Evers. Evers, oh ja, van het radioprogramma. Oh ja. 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 Okay, daarom zit ik hier ook gewoon. Goed. Hey, ik heb een kersthit gemaakt. Misschien al gezien bij Waskracht. Nee. VPRO. Nee. En het nummer heet Hij was maar een neger. Ja. Het is een zo'n zwarte. Ja, zoiets dat je niet in je huis haalt. Zo iemand. Dan heb je hier de tekst. En het gaat eigenlijk als volgt. Hij was maar een neger. Zo'n zwarte. Zoiets haal je niet in je huis. Omdat je het noodlot dan tarte. Ja. Want die zwarte zijn immers niet pluis. Dat heb jij gezongen ook? Ja, ja, en het is eigenlijk een nummer door de zangeres zonder naam gezongen. Ja. In 1965, daar staat hij ook bij. Ja. En het gaat eigenlijk over een neger die overal aanklopt en niemand wil hem hebben. Het is eigenlijk een soort modern kerstverhaal. Uh-huh. Ik wilde eigenlijk zingen, het was maar een asielzoeker, zo'n vluchteling. Zoiets laat je niet in je land. En dat paste er niet in. Dat ruimt wel op zich, zoals je het nu zegt. Ja, maar het past er toch niet op tekst. Nee, oké. Okay. Opbrengsten gaan waarschijnlijk naar een goed doel. Waarschijnlijk, ja, hè? Nou kan ook in je eigen zak vertellen. Nee, als ik nou een gouden plaat heb, dan gaat het in mijn eigen zak. Wordt het geen gouden plaat, dan geven we alles aan een goed doel. Oh ja, oké. Okay. Zeg maar. Dus, dat is eigenlijk het verhaal. Goed. Maar heb ik dit nou goed geplukt, jongens? Of hoe gaat het in zijn werk? Want voor mij is het gewoon... Dit is wel uniek, hè, met die tekst erbij. Dat hebben we dan nooit eerder meegemaakt. Dat maak je niet mee? Nee, dat maak ik niet vaak mee. En meestal heb ik ook een ghetto-blazertje erbij, maar mijn ghetto-blazertje was... Ah, dat maak ik ook niet zo vaak mee. Maken jullie überhaupt mee? Als, met pluggen? Ja, maar is het... Want ik doe nu 2 dagen, maar ik zie al die lui echt als met hun doosjes als vliegen op jullie afkomen. En ja, heb je ook vrienden onder de pluggers? Dat je een bepaalde band hebt, of dat je thuis bij je komen, of dat je dan. Nee. Of dat ze een vakantietje aanbieden. Nee. Dat is nou wel jammer, of niet? Ja, zonde eigenlijk, hè? Het zijn eigenlijk. Het zijn een ander slag volk, de pluggers. Hoezo? Omdat ze mij geen vakantie aanbieden? Ja, zoiets. Nou ja. Want zoiets haal je niet in je huis. Eigenlijk had het moeten heten, het was maar een plugger. Het was maar een plugger. Zoiets haal je niet in je huis. Dat had hem zeker gedraaid. Zwart, hè? Mooi verhaal. In een racistisch jasje verpakt inderdaad. Ik zeg Jan Veen. Je hebt er niet meer iets toevoegen. Heb je z'n bij je? Kerstje niet bij je? Jan, kom eens. Kunnen wij niet samen eens wat doen? Ja, joh. Ik heb hier een kerstje. Ik heb hier even voorstellen. Dus Jan Veen. Ja, is het Robbie Muns, joh? Ja, jongen. Robbie zelf? Ja. Handje. Hé, hey, luister. Ik heb gaat dit nummer... hard, hè, op het moment, hoor. Ja, gaat goed met me. Er komt één bekende neger. Hij was maar een neger, joh. Is dat wel oké? Okay? Ja, kijk. Heel oké. Okay. Ik zal het even zingen. Hij was maar een neger. Is die Robbie wel goed? Zo'n zwarte... Zoiets. Ik vind het niet oké, okay, hoor, die tekst. In je huis. Lijkt hem helemaal gek draaien. John. John, die wordt een grote. Die wordt een grote. Echt. Oké. Okay. Nou, volgende, naar de volgende pluggers. Bijeenkomst. Ik sta hier voor de deur bij Radio 3, Henk Westbroek. En aangezien niemand mijn kerst-cd wil draaien, ga ik nu eisen dat hij gedraaid wordt. Nou, ik eis dat nu mijn kerst-cd gedraaid wordt, Westbroek. We krijgen ineens een inval en als je dat goed doet... Oké, jij hebt al gewonnen. Als je dat goed doet, dan krijg je 250 gulden en 0800-1336. Ik draai een plaatje, dames en heren. Er staan 3 mensen om me heen. Alle 3 met een mitrailleur en ze eisen wat. Je eist. Ik eis. Wat? Hij is maar een neger. Hij is maar een neger. Dit is de nieuwe van... Robbie Muntz. En dat is een kerstsingle, begrijp ik? Ja, dat is een absolute kerstsingle. Is dat goed. Hij was maar een neger? Is dit... de kerstsingle van het jaar 19... Nee, echt waar? Nee, serieus? De kerst. Ja, maar wacht even. Kijk. Oh, wat. De kerstsingle van het jaar. Zo zal het zijn van Rob de Nijs. Volgend jaar zal het zo zijn, maar dit jaar is het niet. Ja. Nou, en jij wil hem natuurlijk graag ijs draaien. Ja. Uit naam van de onderdrukte minderheden. Ja. Hartstikke goed. Laat hem even draaien. We laten hem even draaien. Mag ik dan eerst even mijn spelletje afmaken? Ja, tuurlijk, dan gaan we gelijk overheen. Oké, goed. Dat doen we gelijk. Robbie Muntz, hij was maar een neger. Is het niet goed? Wat zie ik je? Was het niet goed? Oh. Ja, maar het was wel goed. Je moet heel even een plaatje. Als in een winnaar bij het spelletje, moet je dan het winnende plaatje moet draaien. Je dan weer... Nou, die negers die staan toch al jaren in die de rij. Die wachten wel even.
Hey, maar, het is Al Johnson, hè? Is het politiek wel correct om je tegenwoordig als Al Johnson... Henk moet roepen. Oh, even, ja, laat me even het spelletje. Dan draai ik even het binnende liedje twee en daarna... Is het politiek wel correct? Daar gaan we het over hebben. Ja, tuurlijk. En je weet maar nooit. Ja? Ja, draai we eerst even de winnaar daarna. Robbie Muns, hij was maar een neger. Zijn kleur die was zwart. En ben je een neger, dan gaat het hard. Ja, je rijmt gelijk mee, hè? We zijn zojuist bezet door Robbie Muns zelf. En Robbie Muns heeft een plaatje uitgebracht dat heet... Hij was maar een neger. En voordat mensen denken, wat een afschuwelijk racisme... mag ik u dan verwijzen naar het gegeven dat de originele uitvoering... in 1965 van de zangeres zonder naam was. Die is heilig verklaard, dus er kan ten principale niks mis met deze plaat zijn. Naast me zit Robbie zelf, maar ja, first things first. Dit is dan inderdaad ook een typische asielzoeker. Ja, die is een onzware zoeker. Johnson, Nee, ik vind het echt de sfeer van een asielzoeker. Die voor een blinde muur echt zo iemand, staat. Ja, zo iemand, en waar hij dus niet doorheen kan. Die blinde muur is symboliek voor de Nederlandse staat. Met name voor de staatssecretaris die erover gaat. En met zijn rug staat hij tegen die blinde muur. En toch blijft hij lachen. En teppen. En, ja, wat moet je anders doen? Als asielzoeker, hè? Het is, Hij komt eraan. Terwijl het spel gespeeld werd en de winnaar Rina 250 gulden kreeg... plus een varenhorloge, de mazzelvrouw... werd dit programma bezet door Robbie Muns zelf. Voor mij was de winnaar Simone. Ja, nou, Regina, maar goed, als jij nou nergens mee bemoeit, raak ik niet in de war, hè? Ah, heel goed. En, maar goed, Regina heeft dus gewonnen en jij hebt opgenomen, hij was maar een neger. Ja. En het is dus eigenlijk, als het ware, zeg maar gerust, ironie. Nee. Nee, het is bloedserieus. Nee, stomme vraag. Ik kan soms... Gek geworden. Ik ben soms... Ironie. Het is bloedserieus. Kijk, de opbrengsten van deze cd zullen waarschijnlijk... de goede komen aan een nog nader te bepalen asielzoekersfonds. Dames en heren, we krijgen nu de Radio 3FM radiopremière... van een nieuwe versie van een reeds legendarisch nummer... uitgebracht door Robbie Muns zelf... die op de foto staat samen met meneer Johnny Hoes. Een gouden ouwe van de zangeres zonder naam. Het heet Hij was maar een neger. Ja, dit is helemaal raak. Mijn volgende plaat, zou ik even zeggen, het wordt, het gaat over de laatste trein. Maar het is echt een heel, heel zielig jongen. Maar dat gaat over... De laatste trein van die dan een jongetje die heel graag... Een asielzoeker die dan de laatste trein richting Dachau neemt, waarschijnlijk. Ja, zoiets, dat is een beetje de sfeer. Hè? Ja, die krijgt hij dan. Dat sluit dan mooi aan. Denk je echt dat dit het asielzoekersprobleem in een ander licht zal zetten? Ja, ik denk dat ook het asielzoekersprobleem zal oplossen, deze plaat. Dan zijn we eruit.